Maar we hebben vandaag een muzikaal begin. Kees Putman, van harte welkom. We kennen je als kunstenaar, maar je zingt ook. Ja, heb heb ik, je een goede stem? Nou, ik heb geen solo stem. Oh, dus je kunt hier niet. Ik, uh, iets ga, laten horen? Nee, ik ga hier nu niet zonder de schola in mijn eentje zitten zingen. Nee. Um, ik heb wel een stem die in een koor past. Oké, okay. het en is wel een klein die... koor, heb je begrepen? Ja, ja, dus ik moet me wel inhouden, want ik heb een vrij dragende stem. Ja. En uh, Gregoriaans wat wij zingen, dat is een over het algemeen eenstemmig gezang. Alleen het blijkt uit allerlei erg oude geschriften dat de zang ook meerstemmige elementen bevatte. Soms op het eind werd er in één keer een meerstemmige paar laatste noten gezongen. Mm -hmm. En er wordt soms een bourdon ondergezet, dat is dat er een soort basisstoon op één lijn gezongen wordt. En daarboven zweven de noten van het gezang. Mm -hmm. Mooi. Jullie zingen het Stabat Mater elk jaar ja. in de Maria Ter Zee Kerk. Ja, dit keer is uh, helaas vanwege de coronatoestand... is het niet mogelijk om dat in die kerk te doen. We hebben daar wel even kunnen oefenen. Ja. Maar ja, dat gaat dan op uh, Twee, tweeënhalve meter afstand met slechts vier zangers. Uh, we hebben dus nu een viering die gaat online gebeuren in de Matthiaskerk in Warmond. Oké, okay. en en waarom is op in goede die vren. kerk? Waarom in die kerk? Uh, nou, dat, uh, ja. precies. Een mooie in akoestiek? die kerk, uh, ja, de kerk is daar geschikt voor. En uh, hij maakt onderdeel uit van de grote Sint Maarten parochie hier uit de, de streek. Ja. En dan, ja, ze hebben deze kerk gekozen. We hadden het ook in een andere kerk kunnen doen, maar deze is daar geschikt voor. En het is een online viering, waar dus verder geen mens andere mensen bij aanwezig zijn. Nee. Dus een kerk die goed klinkt, is daar geschikt voor. Hebben jullie ook daar geoefend? Want je zegt Maria Ter Zee hebben we al wat geoefend. Nee, we hebben nu, omdat wij normaal gesproken in de Maria Ter Zee zingen, hebben we in de Maria Ter Zee geoefend. Mm -hmm. Maar uh, ja, de uitvoering wordt in Warmond in de Matthiaskerk. Okay. Wat is een Stabat Mater? Stabat Mater, dat zijn de eerste twee woorden van, het, uh, van een echt eeuwen en eeuwenoud gezang. De moeder stond onder het kruis. Stabat Mater is de moeder stond. En dan gaat het eigenlijk door met Stabat Mater, dolorosa, juxta crucem lacrimosa. Dus Stabat Mater, de moeder stond. Dolorosa, dat is de, uh, ja, de leidende moeder. Juxta mm -hmm. Crucem, onder het kruis. En Doem uh, mm -hmm. Pendebat Filius, waar, zij, waar haar zoon hing. Uh, ja, en dit gezang dat is een, ja, een echt oud-Middeleeuws gezang... wat waarschijnlijk door een Franciscaanse, mo Franciscaanse monnik uit Frankrijk of Italië in het Latijn geschreven is... Mm -hmm. En het is uh, in de rol van uh, ja, gezang in de Leidenstijd, is dat eeuwenlang gebruikt. En door eh, heel veel beroemde componisten ook op muziek gezet. Ja, maar je gezet. hebt er meerdere. Hè? We staan uh, meerdere, bij de... je hebt uh, tientallen. Ja. De een nog beroemder dan de ander. Uh, ja, je hebt natuurlijk het... Uh, het hele beroemde stabatmata van Giovanni ja. Battista Percole, Pergolesi. Pergolesi. Precies, ik dat zeggen. Ja, dat ja. is ongeveer wel het allerberoemdste. Ja. Ja. Uh, maar ja, er zijn werkelijk tientallen, en ook in het Gregoriaans, uh, ja, daar, dat is eigenlijk de oorsprong van onze westerse muziek. Mm -hmm. uh, kijk, onze westerse muziek was vroeger nooit opgeschreven in de vroege middeleeuwen. Dat werd overgeleverd. Je leerde dat aldoende. En ja, het verhaal gaat dat onder Gregorius de Grote, Paus Gregorius de Grote, zeg maar rond 800, werd, uh, uh, werd besloten: we gaan het opschrijven. Want er komt er wat meer eenheid in de uitvoering. Oké. Okay. Nou had je wel verschillende scholen. De, meestal kloosters, dus waar het soms iets anders werd uitgevoerd. Maar over het algemeen gaf dat inderdaad een bepaalde eenheid. Maar ja, als je de gezangen van een mevrouw Hildegard van Bingen hoort, ja, dat is ook Gregoriaans. Maar die heeft er een hele eigen draai aan gegeven. Uh, en het Stabat Mater, ja, dat is natuurlijk een van de beroemdste uh, Gregoriaanse gezangen. En daar zijn ook weer uh, verschillende uitvoeringen van. En het is, wat, is ook een soort klaagzang bijna. Ja, het is, ja, het is een... natuurlijk ja, een, uh, eigenlijk een universeel gezang wat ook nu nog geldt. Want het is uh, het verdriet van de moeder, van de moeder ja. over een kind dat vermoord wordt. Ja, precies. Nou ja, sorry, maar dus over de hele wereld is dat momenteel het nou, geval. Ook dat. Dus het is een gezang wat alleen al daardoor de eeuwen overleefd, overleefd heeft. Ja, precies. Ja. Want het spreekt gewoon mensen aan die het horen. En dan, ja, de, uh, sommigen zeggen de Gregoriaanse versie vinden we sprekender dan de versie van Pergolesi, andere weer niet. Uh, het is, is dat, is dat ook door het zijn festival... eenvoud? Is dat, ja. is dat door de eenvoud dat het je nog dieper kan raken? Ja, het meditatieve karakter van de Precies. Gregoriaanse zang, ja. die, dat is natuurlijk ook ontstaan uit het kloosterleven, ja. waarin meditatie een vast onderdeel van het leven was. En uh, ja, die, dat klinkt door in die muziek. Zullen we een stukje luisteren? Ja, dat is Gewoon heel goed om een idee te krijgen voor de kijker. Prima. Stoppen hem. Ja. We hebben een idee. Zingen jullie dit ook van deze? Nou, wij zingen wel dezelfde tekst, ja. maar met een iets andere melodie. Okay, wij zingen maar... de, nu de Dominicaanse versie. Oké. Okay. Dus Want van Rens de Dominicaan... is jullie dirigent. Ja. Die zoekt het uit. Ja, hij, Rens is een, uh, ja, uh, wel een bijzonder type. Uh, er zijn in uh, Muziekland, zijn er erg weinig mensen die zich gespecialiseerd hebben in Gregoriaans. Hij is er zelfs op gepromoveerd. Hij is in Essen in Duitsland is die gepromoveerd op uh, ja, de verschillen in Noord-Nederlandse Gregoriaanse stijlen. Ja. Oké, okay, dus hij weet waar hij het over heeft? Hij weet zeggen. als geen ander waar hij het over heeft. En hoe lang duurt dan zo'n hele uh, ja, stabat mater als jullie. Die... Uh, uitvoeren? Als wij het uitvoeren, dat duurt denk ik een. Uh, kijk, alleen het gezang duurt een minuut of vier, misschien vijf. Maar wij zingen allerlei andere gezangen er ook bij. Oké. Okay. Dus die allemaal binnen die lijdenstijd vallen. Ja, ja. En uh, ja, je, je kan op een gegeven moment ook een. Uh, Resurrexit, dat is een, uh, over de opstanding zingen, want dat in, in een bepaald opzicht hoort dat er natuurlijk ook bij. Ja, dat, is, dat is de wel. uitkomst van het ja, geheel. Precies, ja, precies. Ja. Hoe lang zing jij al mee in die scola? Um, nou, de, we zingen dat Gregoriaans, zing ik zing ik al mee sinds 1993 toen ik terugkwam oh, uit lang. de Tropen. En, uh, waarom was dat? Uit, waarom zeg je dat er zo bij? Uit de trouw. Nou ja, toen, ik, ik was, daarvoor was ik niet in Nederland. Oké, okay, okay. ja. en toen je terugkwam dacht je ik ga zingen? Ik, had, ja, ik uh, heb de altijd al gezongen en ja. uh, ik vond het uh, prima om in een koor te zingen. En het leuke is in een kerkkoor, uh, je hebt nooit zoveel uitvoeringen als in een kerkkoor. Andere koren die repeteren en dan hebben ze drie of vier uitvoeringen per jaar. Mm -hmm. Een kerkkoor heeft er 20, 30, uh, sommige 40. Ja, ja. En dat is, dat is natuurlijk heerlijk. En dan het Gregoriaans, dat is dan weer een aparte tak binnen het kerkkoor. Dus dat is, heet een schola, een schola. En uh, de, deze schola is officieel, bestond eigenlijk al wel, maar is officieel opgericht in 2006. Maar jij zong het al daarvoor. En daarvoor ook... zongen we het al. Dus we... Ben, je, ben je nou daarin echt ontwikkeld, kun je dat nu zeggen? Ben je steeds beter gaan zingen? Of, ja, of... zeker. Ja? Ja, je, uh, je, alleen al het lezen van de noten is ja. een speciaal iets. Want uh, in tegenstelling tot wat wij nu kennen als notenschrift... Heeft, heeft het Gregoriaans maar vier, noten, uh, vier balken ja. waarop de noten staan. En in onze versie he, zijn dat uh, bloknootjes... Uh, en daarin zitten weer allemaal kleine verschillen, maar wat het heel speciaal maakt, is boven de noten staat aangegeven hoe je het moet zingen. Dus daar staan allemaal tekentjes over deze noot lang aanhouden, deze vloeiend wegzingen. Uh, eigenlijk, uh, er zijn zelfs tekens voor trillnootjes en zo. Dat, uh, we doen niet alles, maar uh, je moet dus eigenlijk de notenbalk lezen. En daarboven nog eens lezen, je moet lezen hoe eigenlijk. je het moet doen. En daaronder staat dan de tekst. En die Latijnse teksten zijn niet altijd even makkelijk. Dus het is uh, hard um, werken. Ja, Het is een behoorlijke het, het tak ook van een, sport. is Het Een vrij kleine groep waar jullie het mee zingen. Uh, ja, de schola dat schommelt een beetje. We hebben uh, een mannen- en een vrouwenschola. Er wordt, oh ja, trouwens, er wordt wel eens gedacht dat vrouwen niet Gregoriaans uh, zongen. Ja. Maar dat is absoluut niet waar. Nonnen zongen even goed als paters uh, Gregoriaans. Dus die kunnen ook samen in de schola. Kunnen ook samen in de schola. En wij hebben nu, als we Goede Vrijdag uitvoeren, twee vrouwelijke en twee mannelijke zangers. Het zijn er dus maar vier. Ja. Dan moet het ook niet misgaan, want dat hoor je toch gelijk. Ja, het is ook Dan een ga je kwestie gelijk van uh, oefenen. Vergaas, we maar zeggen. Je moet je partij kennen. Ja? Je moet heel goed letten op die dirigent, want de dirigent die geeft met handbewegingen aan wat je moet zingen, hoe je het moet zingen. Dus hij dirigeert niet zozeer? als niet, het, hand, Hij maakt handbewegingen? Ja, het is dus minder... Bij, zoals bij, andere, bij onze bekende muziek... dat je de maat slaagt van ja? 1, 2, 3, ja. 4. Nee. Ja. Dit is... Hij, er zijn namelijk geen maatstrepen. Je kan niet tellen van 1, 2, 3, 4. Oké. Okay. Knap. Dus de dirigent geeft aan... Nu gaan, we om, nu gaan we langzaam hoog... nu vloeiend naar beneden... nu eventjes een ja bijvoorbeeld een liquiens dat is een vloeinootje. Ja, oh ja. dan moet je dus halleluja. Uh, dan moet je een l of een n moet je extra aanzetten dus ja voor kenners is het uh, het klinkt heel ingewikkeld ja uh, het is niet een riedeltje doen nee ook niet. ook al klinkt het eenvoudig en puur het is ingewikkeld ja en dat is vaak met dingen hè. die simpel lijken zijn vaak heel Moeilijk om goed te doen. Ja, dat klopt. Hebben de anderen die meedoen een, een scholing gehad daarin? Nee, maar is de allemaal... de scholen die nee, jullie met zijn, elkaar dan zijn, hebben? Nou ja, nee, nee. De scholen... De scholaren, uh, nou, school. school. Uh, we hebben wel eens een uh, cursusje gehad in een klooster. In het klooster van Egmond. Daar kwam ja. dan de... Toen was Rens nog bezig met zijn studie. Uh -huh. En uh, zijn professor uit Duitsland kwam toen speciaal een heel week einde... Uh, ons instrueren. Ja, en dat, is, dat was echt uh, hogeschoolzin ja, hoor. Hogeschool. Dat uh, was heel mooi. Mooi. Nou, het is mij al een stuk lichter geworden. Hoe, ik ga anders luisteren. Ja. Ik ga zeker doen. Um, iedereen kan luisteren, want ze kunnen bij jullie ja. digitaal het meebeleven. Ja. En hoe kunnen ze dat doen? Nou, dan moet je inloggen op de website van de parochie Sint Maarten. Parochie Sint Maarten. En dat is dus www. en dan als één woord parochie Sint Maarten. Aan één stuk door. NL. en Maarten met dubbel A ja. niet Martin maar. S Maarten. Ja. Parochie Sint Maarten. Nl. en de uitvoering is op Goede Vrijdag 2 april, dus komende vrijdag. Om 19 uur. 7 uur. S avonds. Ja, 7 uur avond. s'avonds. En moeten mensen daarvoor betalen? Nee, 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 je hoeft niet te betalen. Je kunt gewoon vrij Fantastisch. Nou, dan inloggen dan kun je, dan en kun je luisteren. het toch is heerlijk meemaken vanuit je huis. Ja, ik moet zeggen, wij genieten ervan. En we hopen dat heel veel mensen er ook van zullen genieten. Ik hoop het met jou. Ja. Dank dat je hier wilde zijn. Ik wens je een hele mooie uitvoering van Stabat Mater. En daarna een heel licht paasfeest. Ik wens jou hetzelfde en alle luisteraars ook. Dankjewel, Kees Putman.